Welkom bij deze combinatie van een stukje vinyasa yoga en een stukje yin. Dus een yin-yang flow. Als dingen niet helemaal oké gaan of voelen, pas ze aan naar de aanwijzingen die ik doorgeef. En vind je het heftig worden, kan je altijd even terug in child's position om uit te rusten. Geen enkel probleem. Heel veel plezier. Kom op handen en knieën zitten. En zorg ervoor dat die handen onder die schouders zijn. En kijk even naar beneden en zorg ervoor dat je knieën onder je heupen zijn. Naar de ballen van de voeten in de grond. En vanaf hier schouders laag drukken, kin ietsje in. Een lichte holling in je rug. En hou vast. Adem in, doe niets. Adem uit en druk je billen naar achteren toe en open die voeten daar. En als je denkt, mijn ene teentje zit niet helemaal lekker. Kijk even naar die tenen en help die tenen in de juiste positie. En hou vast. Dus druk naar achteren toe en kijk hoe ver je kan komen zonder dat je pijn hebt. Hè? Pijn is niet oké. Druk en stretch mag je voelen. Vanaf hier langzaam weer naar voren toe. Even de druk eraf. Adem in, adem uit. Druk naar achteren toe. En adem in, langzaam naar voren. Adem uit. En adem in naar voren. Adem uit. En als je wil, dan blijf je hier. Wil je iets meer, kom je omhoog. Adem in, neem mee. Adem uit, twist je bovenlichaam. Adem in. Adem uit, andere kant. Adem in. Adem uit, handen op je benen naar voren om te steunen. En gewicht weer van die voeten af. Adem in, adem uit, billen naar achteren toe. Wil je hier blijven, dan blijf je hier. Kan je meer, loop je met je handen over je bovenbenen heen, omhoog. Adem in, adem uit, twist naar rechts. Adem in, adem uit, twist naar links. Adem in, adem uit, loop over je bovenbenen, steunend heen naar voren toe. Gewicht van je voeten vandaan. Nou, de wreven plat in de grond, dus even de andere kant op, voor het openen daar van die enkels. En vanaf hier langzaam je gewicht naar achteren toe. En als dit heftig genoeg is, dan blijf je hier. Adem in, kom naar voren, schuif met die handen naar voren toe, in een lijn. En laat je heupen hier zakken aan de grond. Strek die armen, kijk of dat gaat in je cobra. Als dat niet gaat, als het too much is, is dit ook prima om te doen. Een kwart cobra of een halve cobra. Voordat je jezelf omhoog duwt, bracen van de buikspieren, trekken van de bekkenbodemspier, de mula bandha in de yoga genoemd. En op. En weer langzaam naar achteren toe. Open die knieën en open die enkels aan de voorkant. In je child's position. En loop dan iets weg met je handen bij je lichaam vandaan. Adem rustig in en uit. Adem in, kom omhoog. Laat je heupen zakken. Open. Bracen, knijpen van die bekkenbodemspier. Mula bandha en meer naar achteren toe. Helemaal laag. En loop weg met die handen van je lichaam vandaan en hou vast. Adem in, kom omhoog, naar voren. Laat je heupen zakken, cobra of kort cobra, kijk wat je prettig vindt. En draai je bovenlichaam, cobra swing, kijk over je rechterschouder, draai je bovenlichaam. Langzaam terug naar het midden, draai je bovenlichaam naar de andere kant. Langzaam terug naar het midden. Bracen van de buikspieren. En terug. Dan loop met je handen terug. Kom rechtop zitten. Adem in. Side stretch. Eén kant op. Kijk naar boven naar het plafond als je lichaam dat toelaat. Naar beneden of voor je uitkijken is ook prima om te doen. En weer terug. Andere kant. Side stretch. Open. En weer terug. Adem in. Open. En adem uit, kantel. Adem in, rechtop. Adem uit, naar voren.
Laat je heupen zakken als je lichaam dat toelaat. Of een kwart cobra. Dit is ook prima om te doen. Kijk over je rechter schouder heen. Cobra swing. En langzaam terug adem uit. Cobra swing naar de andere kant. En terug. Druk jezelf omhoog. Brace van de buikspieren. Hou vast. Kom rechtop zitten. En hou vast. Open naar één kant. Andere kant. Hou vast. En langzaam terug. Open naar de andere kant. Twist daar. Stretch. En terug. Open aan de voorkant. Ellebogen licht gebogen. Maak boog. Vingers in elkaar. Duw uit. Kin in. En terug. Zet je handen neer. Ballen van de voeten aan de grond. Handen in de schuine lijn ten opzichte van je schouders. Adem in. Brace van de buikspieren. Knijpen van je bekkenbodemspier. Adem uit. En strek je benen. Strek je knieën. In je downward facing dog. Wil je dat niet op je knieën, is ook prima om te doen. Laat je hoofd hangen, gewoon bungelen. Als je druk voelt op die rug, buig je knieën dan zo ver dat je je rug iets hoog kan houden. Zodat de druk van de rug af is. Lukt het wel? Kijk of je je knieën gestrekt kan houden. En vanaf hier loop je uit op de plaats. Dus je strekt één been en je buigt je andere been. Strekken en buigen. Strekken en buigen. En loop een beetje uit en duw ook je bovenlichaam een beetje van rechts naar links. In de richting waar het heen wil. Rechts en links. In de richting waar het heen wil. En dan strekken we uit. Hou vast. Gewicht naar voren toe. Hoor je plankpositie. En hou vast hier. Laat jezelf uit, schouders iets terug, brace van de buikspieren, trekken van die bekkenbodemspieren. Zet één knie neer en strek dat been weer. Zet je andere knie neer, strek dat been. Zet je knie neer, train je koorspieren en zet je knie neer. En wissel. Nog vier. Nog drie, blijven brazen. Nog twee. En één. Zet allebei je knieën neer. Duw je billen naar achteren en kom in je child's position. En wil je openen, dan mag dat. Open die knieën dan. Kijk als dat oké voelt. En hou vast als dat niet oké voelt. Of je hebt last van bekkeninstabiliteit. Absoluut niet openen die knieën. En vanaf hier leg je rustig je bovenlichaam neer. Je voorhoofd aan de grond. Als dat niet gaat, onder de armen. Onder je voorhoofd. Of misschien een kussen. Om te ondersteunen. Nou, adem even rustig in en uit. Neem even de tijd. En laat vooral de stretch in die heupen komen in deze positie. De knieën openen in de gewrichten. Een beetje bovenbeen stretch, bil stretch en lengte maken in je wervelkolom. Je rug stretchen op een neutrale manier. Niet hol, niet bol, maar neutraal. Hou vast, blijf hier en adem. En trek je handen terug onder je schouders. En duw jezelf omhoog, schouderbladen ietsje naar elkaar toe. En hou vast hier. Knieën bij elkaar. Je handen in de schuine lijn voor je uit. Ballen van de voeten aan de grond. Adem in, adem uit. En strek in je downward facing dog. Hou vast. Laat je hoofd gewoon bungelen. Je schouders weg bij je oren vandaan. Laat je hoofd bungelen. Stretch daar de achterkant van die benen. Hou vast, maak een lengte daar in het bovenlichaam. Nou, adem in, lift je hart een beetje. En loop met je voeten naar je handen toe.
Dan zet je je voeten tussen je handen, als dat gaat, ietsje uit elkaar en hang hier vooral even helemaal uit. Too much voor je rug. Buig je bovenbenen en leg je onderarmen dwars over je bovenbenen heen. Dat mag ook. Hou vast, adem rustig in en uit. Creëer lengte aan de achterkant van het lichaam. Ujjayi breath als je wil. Hè? En blijf je gewicht verdelen onder je voeten staan. Niet te veel gehang in je knieën. Buig die knieën een heel klein beetje uit het slot in ieder geval. En verdeel het gewicht onder je voeten. Lift je hart, adem in. Met een rechte rug kom je omhoog. Als je hem niet recht kan maken hier, buig je knieën dan zover dat het wel lukt. Kom met een rechte rug omhoog en hou vast. Adem in, verleng adem uit. Samasthiti houding, voeten tegen elkaar. Surya Namaskara B, ja? Zonnegroet B. Daar gaan we. Adem in, knieën licht gebogen. Breng je armen mee, kijk naar die handen. Adem uit, holling in je rug. Buig je knieën als je de rug niet hol kan houden. Hier helemaal naar beneden uithangen. Adem in, lift je hart. Maak je rug weer recht. Als dat niet gaat, buig je knieën. Adem uit, stap naar achteren toe. Zet je knieën neer als je wil. Chaturanga. Adem in, kwart halve hele cobra. Bracen van de buikspieren en je downward facing dog. Adem in, stap met je rechtervoet naar voren toe. Je linkervoet is uitgedraaid. Druk je gewicht naar voren toe, naar achteren toe, naar beneden en omhoog. Neem je armen mee omhoog. Kijk naar die duimen. Adem uit, naar voren. Stap naar achteren en hou vast. Zet je knieën neer als je wil. Chaturanga. Adem in, kwart halve hele cobra. Bracen. Adem uit, downward facing dog. Adem in, linkervoet naar voren, rechtervoet uitgedraaid. Dat gewicht weer naar voren, naar achteren, omlaag en omhoog, op. En adem uit. Stap naar achteren toe, wel of niet je knieën aan de grond, chaturanga. Kwart halve hele cobra, bracen. En omhoog en hou vast. Adem in, stap springloop naar voren toe. Voeten tegen elkaar. Adem uit, hang uit. Adem in, holling in die rug, kom omhoog. Knieën licht gebogen en adem uit. Doen we nog een keer. Adem in, knieën licht gebogen. Adem uit, holling in die rug. Adem in, lift je hart. Stap springloop naar achteren toe. Chaturanga. Adem in, kwart halve hele. Brace, adem uit, blijf hier. Adem in, rechtervoet naar voren toe, linkervoet uitgedraaid op. Hou vast, adem uit en open hier. Zet je rechter onderarm op je bovenbeen en open. Kijk omhoog als dat gaat. Adem uit, nogmaals, adem in. En adem uit. Druk naar voren dat gewicht. Adem in. Verleng en hou vast. Kijk naar die hand als je lichaam naartoe laat. Of gewoon naar beneden of voor je uit. Adem in nog één keer. Adem uit. Zet die handen neer. Stap naar achteren toe. Hou dat been hoog als je wil. Chaturanga. Adem in. Adem uit. Bracen. Hou vast. Adem in. Linkervoet naar voren. Rechtervoet uitgedraaid. Zoek dat midden op, adem in, verleng. Adem uit, open. Linker onderarm op je bovenbeen. In en uit. Druk naar voren toe in dat been.
Zorg dat je voorste knie niet over je teen is. Adem uit. Nogmaals, adem in, hou vast. Maak lengte. Druk naar voren toe, hou vast. Nog één keer, adem in. Adem uit, windmil van die armen. Stap naar achteren. Een paar centimeter van de grond. Langzaam terug. Adem in. Adem uit. En hou vast. Keurig. Nou, vanaf hier maken we het iets intensiever. Je buigt je knieën zo meteen. Je maakt een holling in je rug. Door die gebogen knieën buig je nog iets meer. En dan jump je naar voren toe. En je probeert zoveel mogelijk gewicht op die handen te houden. Ja? Vanaf hier stap je weer naar achteren toe. En hou vast. Hou dat gewicht vooral in je bovenlichaam. Zodat je schouders ervan profiteren. En je koorspieren ook. Buig je knieën. Jump. En land zo zachtjes mogelijk. Doen we nog een keer. Stap naar achteren toe. Hou vast. Buig je knieën. Jump. Land zo zachtjes mogelijk. Hou dat gewicht voor. Laatste keer. Downward facing dog. Buig je knieën. Jump. Keurig. Zet je handen, sorry, je voeten weer tegen elkaar aan. Hang uit. Adem in, lift. Holding in die rug. En adem uit. Netjes. Dan zet je linkervoet over je rechtervoet heen. Ja, linkervoet over je rechtervoet heen. En hou vast, voel hier je balans. Lift je hart, recht je rug, adem in. Adem uit, met een holling in je rug kom je naar voren toe. En kijk wat gaat. Je hoeft niet helemaal horizontaal gaat, dat is prima, lukt dat niet, geen probleem. Wil je je armen op je rug neerleggen, dan is dat ook goed. Stretch daar iets intensiever die hamstring en die rug moet daar werken. Blijf hier, kin is in, recht maken, adem in, adem uit, adem in, kom omhoog. En adem uit, ontspan. Keurig. Zet je rechtervoet over je linkervoet neer. Recht je rug. Eventueel armen op die rug. Adem in, lift, open. Adem uit met een rechte rug naar beneden. Stretch de hamstrings. Train de rugspieren. Kin in. Hou die rug recht. Dat is het belangrijkste. Train een beetje je balans hier. Adem in, kom omhoog. Adem uit. Zet neer. Samasthiti. Vinyasa. Adem in, adem uit, holling in je rug. Adem in, lift je hart. Stap springloop. Chaturanga, kwart half heel. Kijk wat je kan en waar je wil zijn. Adem uit, downward facing dog. Adem in, je rechtervoet naar voren toe. En je draait naar links toe, zodat je in het midden bent hier. Je beide voeten wijzen recht naar voren toe de tenen. Net ietsje meer zelfs, zodat je iets meer druk hebt op de hielen. En vanaf hier leun je naar rechts toe. Je blijft ondersteunen met je handen. Voel hem daar aan de binnenkant van je linkerbeen. Langzaam terug, loop met je handen naar de linkerkant. Voel hem daar aan de binnenkant van je rechterbeen. En je andere been, in dit geval je linkerbeen, train je daar de kracht in. En weer loop terug. En hou vast. 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 Loop nog één keer. En kijk of je, als je lichaam het toelaat, iets dieper door kan zakken. Kijk of dat gaat. Als dat niet gaat, blijf gewoon hoog. Ja? Je hiel hoeft niet per se aan de grond te zijn. Het kan zijn dat je lichaam dat gewoon niet redt. Dat is geen probleem. Lukt het wel, dan is het ook prima. Voel daar aan de binnenkant nog intensiever die stretch aan die adductoren. En loop dan met je handen naar voren toe, dus naar de achterkant van je mat als het ware. Help je lichaam. En gewicht naar achteren toe. Voor die hamstring stretch wat intensiever. Adem in en adem uit. En hier mag je gerust een kussen neerleggen onder je linkerbil. Ja, zodat de druk wat gelijk blijft. Heb je de ruimte, mag je aan de binnenkant van je rechterbeen, onderbeen gaan zitten. Ja? Als je daar de ruimte niet hebt of je hebt knieklachten, absoluut niet doen. Hou maar gewoon hier. Want misschien is dit al heftig genoeg en is dit hoe ver je kan. Mooie rechte rug. Mag ook.
dat is ook zeker goed te doen. Nou, help met je handen je gewicht naar voren toe. Je bent aan de achterkant van de mat. Stap naar achteren. Chaturanga. Adem in, kwart half heel. Brace. Adem uit. Netjes. Adem in, stap springloop naar voren toe. Of naar achteren, hoe je het wil noemen. Adem uit. Holling in die rug, kom omhoog. En adem uit. Adem in nogmaals. Adem uit, holling in die rug. Adem in, lift. Stap springloop. Chaturanga, kwart half heel. Brace van de buikspieren en hou vast hier. Blijf hier voor 3 ademhalingen in en uit. Pas aan waar nodig is. Op je volgende ademhaling in, stap je met je linkervoet naar voren. En je draait weer daar naar rechts toe. Sta in dezelfde houding. Zorg ervoor dat die tenen goed naar voren staan. En juist ietsje meer in die hielen. Ja? Nou, adem uit en kijk of je hier laag kan komen. En waar je kan zijn is prima. Misschien lukt dat niet zo en heb je last. Buig die knieën dan, zodat je je rug wat kan ontspannen. Is geen enkel probleem. Je hou hem daar met gebogen knieën. Heb je wat meer ruimte, mag je hem wat meer laten zakken. Hou vast. Adem rustig in en uit. Adem in, lift je hart. En loop naar de linkerkant, je linkervoet. Helemaal laag als je knie dat toelaat daar. En als je lijf, als je genoeg ruimte hebt. Zo niet, blijf wat hoger. Of pak een kussen. En ondersteun hier, dat is prima. Ja? Wel of niet met je hiel aan de grond, is niet belangrijk. Voel daar die stretch aan die binnenkant van je rechterbeen. Je abductoren. Houd het gewicht van je knie, van je voet af, met je handen en loop. En vanaf hier ga zitten op je kuit of aan de binnenkant van het been. Ja? Strek, eventueel een kussen onder je rechterwil. Verleng, hou vast en wil een kanje naar voren. Dan mag dat ook, maar het hoeft niet. Een mooie rechterrug, ook heel belangrijk en heel goed te doen voor die hamstring stretch zelfs. Gewicht daar op die handen, druk jezelf naar voren toe, weer naar de voorkant van je mat. Stap met je rechtervoet naar achteren toe, in je downward facing dog en hou vast. Adem in, kom naar voren. Adem uit, langzaam terug. Op, brace. Downward facing dog en hou vast. Doen we nog een keer naar voren. Chaturanga, laag. Op voor je cobra, brace. En weer terug. Laatste keer, naar voren, chaturanga, op, brace en terug. Zet je knieën aan de grond, wreef plat, duw je gewicht naar achteren, dan kom weer in de child's position hier. Adem rustig in en uit. En blijf hier even. Adem in, lift je hart. Kom rechtop zitten. Knieën bij elkaar. Als dat niet gaat, kan je benen naar voren strekken. Geen enkel probleem.
of ertussenin komen zitten als je daar de ruimte hebt en je hebt geen knieblessures. Ja? Nogmaals, die side stretch, zet neer, open side stretch. En hou vast, werk je armen naar links toe, allebei. Ja? En nu zet je handen aan de linkerkant, gewicht eraf, strek je benen naar voren toe. Brace van de buikspieren, knijpen van de bekkenbodemspier. Duw jezelf in de grond en tegelijkertijd wil je omhoog komen vanuit je kruin. Adem in, adem uit en kijk waar je beet kan houden. Is dat bij de knieholt, is dat prima. Kan je je grote tenen pakken, is dat ook goed. Wil je iets meer, pak je voeten. Lees ze dan als een boek. Draai ze iets, zodat je daar die zijkanten wat meer activeert. En heb je wat diepere grip, kan je wat meer. Of heb je gewoon korte beentjes, dan mag je wat dieper pakken. Adem uit. En hou vast. En hoe ver je in welke houding dan ook kan, heeft niet alleen maar te maken met hoe lang je yoga doet. Maar heeft ook met je lichaam te maken hoe het in elkaar zit. Zoals ik al zeg, korte ledematen kunnen oefeningen makkelijker maken. Maar andere juist wat moeilijker. Ja? En natuurlijk het verleden van het lichaam in de vorm van blessures, operaties, wel of niet bewogen. En wat voor sport je hebt gedaan, alles heeft invloed. Dus maak je niet te druk. Kijk gewoon waar je kan zijn. En waar jij kan zijn, waar je grens is, daar ben je aan het werk en daar is je lichaam aan het werk. Adem in, lift je hart. Loop met je handen naar achteren toe. Open. Omhoog naar voren met die borstholling in die rug. Nou, zet je gewicht naar rechts toe, je handen naar rechts en slinger je benen links. En kom weer rechtop zitten. En hou vast. Zet je linkerhand neer, open, side stretch, hou vast. En terug, zet allebei je handen aan de rechterkant en sling je benen dan weer naar voren toe. En hou vast, adem in, adem uit en kom weer naar voren toe en hou vast. Adem in, lift je hart. Open. Tegenhouding. Kom maar in die rug. En ontspan. Ja, zorg dat je wat verder naar voren op je mat zit. Zodat je ruimte hebt om naar achter af te rollen. Houd tegen, ondersteun je lichaam. Zet je voeten plat aan de grond, je armen eventueel boven je hoofd. En doe die windshield wipers hier om even te ontspannen. En natuurlijk daar die rug te mobiliseren. En ik had het best een beetje heftig hebben gehad nu. Dus die kan je best wel voelen. Neem de tijd. En terug naar het midden. Allebei die knieën naar je toe. Ja, dan heb je de ruimte. Dan kan je via de binnenkant van de benen de voeten pakken. Voeten tegen elkaar. En de knieën openen, schouders laag. Ja? Heb je de ruimte niet, dan moet je helemaal omhoog komen met je bovenlichaam. Dan zorg er dan voor dat je je handdoek in de buurt hebt. En je handdoek om je voeten. En dan trek je aan die handdoek. Dat je je bovenlichaam daar kan ontspannen. Hou vast. En vanaf hier doe je heel rustig schommelen een beetje van rechts naar links. In je happy baby positie. Adem rustig in en uit. Kan je wat meer, dan mag je die voeten iets openen. En misschien weer de binnenkant van de voeten, de voetzolen pakken. Daar. En zorg ervoor dan dat je enkels en je knieën één lijn zijn. En die knieën zijn weer recht boven de grond. Hou vast.
vast, schouders laag, kin in, adem rustig in en uit. Span bij elkaar. Hou je knieën tegen. Help je voeten aan de grond. Dan breng je knieën naar rechts en draai je bovenlichaam helemaal naar links toe. Open die armen. Ja, dan kan het zijn dat je niet helemaal naar rechts kan komen met het onderlichaam. Dat is ook de bedoeling, dat je echt een twist creëert en het openen. Dus als het ware je linker heupgewricht schuin naar de muurplafond rechts van je drukken. Eventueel die armen over je hoofd heen als je lichaam dat toelaat. Hou vast, duw omhoog, open aan die voorkant. Buig een stukje aan de achterkant en langzaam terug. En doe dat ook naar de andere kant. En draai ook je hoofd mee in de tegenovergestelde richting. Langzaam terug. Breng je armen laag. Nou, draai helemaal op één zijde. Maakt niet uit welke kant. En trek je knieën dan in. Maak een klein bolletje van jezelf. En kijk hoe jij het makkelijkst ligt. En hou vast hier. Stretch je rug. Molle manier. Kin is in. Neem even de tijd hier. En vanaf hier druk je jezelf omhoog. Kom je rechtop zitten. En je mag natuurlijk hierna nog even een meditatie doen als je wil. Of nog even blijven liggen als jij dat prettig vindt. Wat voor jou oké voelt. Adem in, verleng. Vingers in elkaar lokken en omhoog. Adem uit, vingers stoppen aan de achterkant. Kin in, open op je borst. Adem in, laatste keer. Adem uit. Namaste. Bedankt voor het volgen van de les en bedankt voor de energie. Heel goed gedaan.